beetje de bedrijven zien lopen, nou leren maar van hoe we doen wat aan dat. We nou leren maar, laat het zelf uitvinden. Wat heb je eraan als je het voor jezelf houdt? Kennis moet je delen, anders is het geen kennis. We hebben toch allemaal die ene onderwijzer op school die we nooit vergeten zijn? Weet je nog waar je heen door, ja? Of zij? Hoe? Droog. En waarom? Maar niet in lesgaf. Hij heeft iets uitgelegd zodat je het begreep. Ik had een wiskundeleraar, maar ik kies ons niet vergeten, maar nooit meer van God. Die man was mijn allerbeste wiskundeleraar ooit. Amst. Lyceum. Oh? Wij zijn ook op Amst volgende lessen gegeven. Is het oud? Het is dezelfde man, dat is Noor. Jesus heeft mij wiskunde geleerd, iets wat ik nooit kon leren. Maar dat die man zijn kennis met mij op een manier gedeeld heeft, dat ik het heb onthouden, ben ik voor de rest van mijn leven, die man zijn naam, heb ik onthouden. Omdat, jij ook nog. Het is echt, kennis delen leidt tot loyaliteit. En ik zal deze man voor de rest van mijn leven dankbaar zijn, wat hij voor mij betekent heeft. Dus deel die kennis met mensen. Zorg voor elke avond als je dat je gaat slapen, dat je slimmer bent en dat je die ochtend opstort. Dat is de manier om succes te bereiken, dames en heren. Geen enkele andere manier. En je moet het zelf doen. Je moet het zelf doen. Nog een wachtietje poti. Maar dat is iets wat we bijna traditioneel geleerd hebben in dit land. Dat we wachten op ontwikkelingshulp. We wachten op hulp van buiten. Laat ontwikkelingshulp maar eten. We kunnen het zelf. Ik heb het ook zelf gedaan. En waarom ben ik weggegaan in Suriname? Niet dat ik de beste had aan Suriname. Nee, ik had mijn plafond bereikt. En ik ben naar Nederland gegaan, ik ben nog verder gegroeid dan waar ik hier al was. En ik heb in de afgelopen jaren, mijn secretaresse was of mijn secretaris van het Fonds, met het Pietfonds heb ik tenminste nog een muziekschool kunnen bouwen. Dat heb ik gedaan voor Suriname. Ik heb tenminste nog voor de kinderen van het Parelhuis een terrein kunnen kopen, zodat ze huis konden bouwen. Dus zeg me niet dat ik Suriname vergeten ben, nee. Maar vandaar kan ik ook iets van maken. En waarom ik dit zeg, ik niet vandaag naar de boord, waarom ik dit zeg, is waarom ik jullie zeg, als je vleugels uitslaat, als je het nest verlaat, vergeet nooit uit welk nest je komt. Vergeet nooit waar je vandaan komt. En die Surinamer in mij, niemand kapot krijgen. Ik woon nu al 12 jaar in Nederland, ik heb een Nederlands paspoort, maar als ik een kamer binnenkom lopen met alleen maar Nederlanders, zal geen enkele denken, oh, daar komt die leuke Nederlander binnen. Van hem blijf ik die Surinamer. Waarom? Omdat ik het voor mezelf ook ben. En ik ben trots op het feit dat ik Surinamer ben. Want omdat ik Surinamer ben, heb ik voorouders uit 4 werelddelen. India, Afrika, Zuid-Amerika en Europa. Dat zit allemaal in me. Dus niemand kan me zeggen dat ik discrimineer. Of dat ik een racist ben, want dan ben ik discrimineer. Misschien. Sommige mensen vind ik minder leuk dan anderen. Dames en heren. Het allerbelangrijkste wat je moet doen voor jezelf vandaag, en dat vraag ik aan de jongeren vooral, creëer voor jezelf een visie. En weet je wat een visie is? Wie durft een definitie van een visie te geven? Ayumara, precies. Heel goed. En blijf vooral dat als je visie nodig hebt. Want we hebben goede vissers nodig in het leven. Mensen denken vaak dat de visie is een hardscherpe analyse kunnen maken van hoe de wereld in elkaar zit of hoe dingen in elkaar zitten. Dat is niet waar. Nelson Mandela heeft ooit gezegd, visie is de wereld maken zoals jij het wil. So create that vision en maak een wereld zoals jij het wil hebben. Dezezelfde Nelson Mandela heeft ooit gezegd, history depends on who wrote it. De geschiedenis wordt bepaald door degene die het schrijft. Zorg ervoor dat je eigen geschiedenis schrijft. Laat niemand anders jouw geschiedenis voor je schrijven. Schrijf je eigen geschiedenis. En waarom visie zo belangrijk is, omdat een van mijn belangrijkste filosofieën in het leven is een oud-Japans gezegde. En dat zegt, vision without acting is like dreaming. Fernando zei het eerder ook al. Als je droomt, blijf vooral slapen. Maar, acting without vision? Dat is een nightmare. Als je gaat zomaar geven, ik ga zomaar dingen doen, no. Zorg dat je visie creëert als je iets wil bereiken in het leven. De volgende is deze. Komt van Rumi. Rumi was een filosoof die heeft geleefd tussen 800 en 900 ongeveer. Na Christus.
Hij woont in de buurt van Afghanistan of Irak, daar in de buurt woont. Ik weet niet of er mensen hier zijn die Rumi kennen, maar daar in de buurt woont Rumi in elk geval. Ik weet niet, ja, er is nooit met hem geknikkerd, niet? Oké. Hij zei het mooi, hij zei, yesterday I was smart, so I tried to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. Verbeteren de wereld begint met jezelf. Je kan alles proberen te veranderen in de wereld, maar als je zelf niet verandert, ga je altijd tegen obstakels aanlopen. En voor mij heb ik mijn wereld hebben veranderd toen ik erachter kwam wat die high five was van mijn leven. Probeer ik het ook na te leven. En de laatste, de allerbelangrijkste, was iets wat mijn vader ooit geleerd heeft. Hij leeft niet meer, dus ik heb het gestolen. Respect is een ander gunnen wat je jezelf ook gunt. Niets meer en niets minder. Want heel die maar, ja, maar ik wil respect. Ik wil respect. Je moet maar respecteren, want je moet niet respecteren, word ik boos. Nee. Respect krijg je alleen maar als je anderen gunt wat je zelf ook gunt. Zo simpel is het.